al dat gelul de laatste tijd. En al dat gewauwel en al dat gebazel van al die zogenaamde serieuze journalisten over voetbal. En over wat ze allemaal verteld hebben de afgelopen anderhalf à twee weken over Ronald Koeman. Over onze bondscoach. Tjongejonge, werkelijk op de gillen van het lachen. Ik heb het maar even laten gaan. Ik dacht bij mezelf, nou ja, laat ze maar allemaal aan moraas kallen. Laat het maar gebeuren. En als ze klaar zijn met al dat gezwets, dan ben ik er. Nou, en hier ben ik dan. Om jullie even te vertellen hoe het nou werkelijk zit met Ronald Koeman, het Nederlands elftal en Barcelona. Nou, al die gasten, al die hele serieuze jongens, die het altijd allemaal zo verschrikkelijk weten. Hey, die gingen allemaal vertellen dat het best nog wel eens mogelijk zou kunnen zijn dat hij naar Barcelona zou gaan. Nou, één ding gebeurt er niet. Ronald Koeman gaat absoluut niet naar Barcelona. Ronald Koeman gaat gewoon naar het EK volgend jaar met het Nederlands elftal. Punt. En verder helemaal niks. Dus elke vraag, elke toespeling in die richting, die kan je allemaal zo, hup, gelijk terzijde schuiven. Want het is allemaal, ik herhaal het, gelul. Wat is het verhaal? Ronald Koeman, die heeft nog nooit van, kijk, hij heeft nee moeten zeggen al, hè, van de winter tegen Barcelona. Hey, en wat denk je toen hij Valverde werd ontslagen? Dat heeft hem heel veel pijn gedaan, want hij doet niets lievers dan trainer worden en coach worden van Barcelona. Geloof me nou maar, dat is zijn hele grote wens. Klaar. Dus dat heeft hem pijn gedaan, die nee. En nu, ja, die Setien, die zit ook weer onder vuur. Dus de kans dat ze weer gaan bellen met Koeman, ja, die is groot. Ja, gaat die weer nee zeggen? Let op. En het gaat hem weer pijn doen. Maar hij kan niet anders. En waarom niet, ga ik je nu vertellen. Ronald Koeman heeft een enorme band met de spelers van het Nederlands elftal. Die band die heeft hij al een hele tijd geleden opgebouwd met die jongens. Hij heeft de discipline teruggebracht in het Nederlands elftal. Hij heeft de lol weer teruggebracht in het Nederlands elftal. Hij heeft de jongens weer geleerd dat het een geweldige eer is om voor Oranje te mogen spelen. En wat hij gedaan heeft, hij heeft de jongens gewoon met rust gelaten. Hij stuurt ze niet constant bij. Hij laat ze gaan. Willen ze rare muziek draaien in de kleedkamer? Hij kijkt weg, luistert, interesseert hem niet. Willen ze raar doen in de social media? Het interesseert hem niet. Laat gaan. Hij laat deze generatie voetballers, laat hij gewoon zichzelf zijn. En dat waarderen die jongens. En daarom hebben ze vertrouwen in deze bondscoach gekregen. En hij heeft door zo te doen en door de successen die ze bereikt hebben, heeft hij een enorme band opgebouwd. Met Virgil van Dijk, met Depay, met Frenkie de Jong, met De Ligt, met al die gasten, met Wijnaldum, met die jongens, heeft hij een enorme band. En dat heeft hij nog nooit zo gevoeld als coach. En hij heeft met hun, drie kwart jaar geleden, hebben ze met elkaar een afspraak gemaakt. Ze hebben een soort belofte gedaan. Ze hebben een soort erewoord met elkaar hebben ze gehad. Ze hebben een soort gelofte gedaan. Dat is het meer. En daarin hebben ze tegen elkaar, met elkaar uitgesproken, we gaan met elkaar naar het EK. Ja, en dat is heilig voor Koeman. Die belofte of gelofte of hoe je het ook noemen wil, naar elkaar toe, hij en de spelers, dat neemt hij bloed serieus. Dus daar kan geen contract met de KNVB of wat dan ook tussenkomen. Dat heeft daar helemaal niks mee te maken. Het is die afspraak tussen de spelers en Koeman. Tussen hem
en de spelers. Die afspraak, die staat als een huis. En daarom gaat Ronald Koeman naar het EK.